Goedendag. Ja, we hebben weer een dag met zomerweer achter de rug. Op heel veel plaatsen werd het warmer dan 25 graden. En lokaal tikten we zelfs de 30 graden aan. De meteorologische zomer is inmiddels al bijna aan zijn einde. En of we de meteorologische herfst ook nog wel met een beetje nazomerweer gaan beginnen, daar ga ik in deze 10-daagse verwachting verder op in. Maar eerst blik ik even kort terug op deze zomer. Want hoe is die nou verlopen? Dan kijk ik eerst even naar het totaalplaatje, de gehele zomer. Dan zien we dat die warmer verliep dan gemiddeld, 17,8 graden ten opzichte van 17,6 graden normaal. En dan gebruiken wij het lopende gemiddelde van 1994 tot 2023. Kijken we naar het aantal zonuren, dan was het ook zonniger dan gebruikelijk. Zo'n 701 uur ten opzichte van 656 uur normaal. En qua neerslaghoeveelheden kwamen we eigenlijk rond die normaal uit. Zo'n 232 mm ten opzichte van 233 mm normaal. Nou heb ik al eerder een video gemaakt over hoe slecht deze zomer was. Want die geluiden waren er toch wel degelijk, zeker in juni en juli. En dat was toen op zich ook wel terecht als je zou kijken naar de hoeveelheid neerslag en de temperatuur. Want zowel juni als juli vielen te koud uit. En toch is die gehele zomer dus als te warm de boeken ingegaan. En dat komt dus door augustus, want die verliep echt erg warm. Aan de warme kant 19,3 graden ten opzichte van 18,1 graden normaal. 1,2 graden boven normaal dus. Kijken we naar juni en juli, dan waren die maanden allebei te koud. Qua aantal zonuren waren die exact gelijk. Dat is toch ook wel leuk om te vernoemen. En dus iets zonniger dan gemiddeld, maar met name augustus. Dat was de zomermaand van deze zomer, waar veel mensen denk ik dan ook wel van hebben genoten. Meer zon dan gebruikelijk, minder neerslag dan gebruikelijk. Die neerslag was wel aanwezig in juli, toen een erg natte maand. Terwijl in juni er toch ook wat minder neerslag dan gemiddeld viel. Over het algemeen kunnen we dus zeggen dat augustus ervoor heeft gezorgd dat deze zomer als geheel veel zonuren heeft opgeleverd en ook een hogere temperatuur dan gemiddeld. Nou, dan weer even naar het weer van nu. Die meteorologische zomer die loopt dus op zijn eind. Maar gaan we die meteorologische herfst toch ook met een beetje nazomerweer beginnen? Of komt die wisselvalligheid er toch al snel in? Daarvoor pak ik eerst even het Amerikaanse weermodel erbij. Met de actuele situatie. Vandaag dus een hete dag, 25 tot 30 graden. En ook morgen gaan we daar in het binnenland echt nog wel even aankomen aan die zomerse warmte. Als je de animatie aanzet, blijft die stroming eerst nog even zuidelijk. Maar die draait in de loop van donderdag en vrijdag naar het westen. En dan krijgen we tijdelijk ook met wat minder warm weer te maken. Met name op vrijdag is dat het geval, dan een graad of 22. Nog steeds heel erg aangenaam, maar niet meer die zomerse warmte. Tegelijkertijd zien we wel dat er zich een hoge drukgebied opbouwt ten noorden van ons. Met bij ons vanaf zaterdag weer een oostelijke stroming. Warme lucht bevindt zich dan al boven Frankrijk en met name op de zondag gaat dat bij ons weer warmte opleveren. Op grote schaal gaat de temperatuur weer boven de 25 graden uitkomen. Ik denk in het zuidoosten wel weer richting de 30 graden. En mocht dat allemaal nog net wat verder opschuiven, krijgen grotere delen van Nederland nog wel met die tropische warmte te maken. En voorlopig zijn we dus nog niet van die zomerse warmte af. Het is dan dus inmiddels 1 september, de start van de meteorologische herfst. En die zouden we dan dus zomaar kunnen starten met tropische hitte. Zet ik de animatie nog wat verder aan, dan houdt dat hoge drukgebied nog wel even stand. De invloed daarvan blijft sterk, maar in de loop van zondag en maandag trekken waarschijnlijk wel enkele stevige regen- en onweersbuien over op dat grensgebied tussen die warme en koude lucht. Kunnen dan stevige exemplaren zijn. Er is ook weinig stroming in de bovenlucht, dus als er buien ontstaan, kunnen dat ook echt wel waterbrengers zijn. Heel veel neerslag in korte tijd is dan mogelijk. Het is nu natuurlijk nog lastig te zeggen waar dat precies gaat gebeuren. Het zou ook kunnen gebeuren boven Frankrijk of Duitsland, maar dus ook een mogelijkheid dat dat boven Nederland gebeurt. Dat houden we komende dagen uiteraard in de gaten. Nou, dit is dus wat het Amerikaanse weermodel ons vertelt. Dan pakken we nu even het Europees weermodel erbij. Kijken of daar ook wat consistentie in zit. Europees weermodel gebruiken we ook heel veel in de Weerkamer. En als er een consistentie zit tussen dat Amerikaanse en Europees weermodel, dan is er toch wel wat meer zekerheid in die weersverwachting. Zien we inderdaad eerst goed die warmte terug van vandaag. Als ik de animatie aanzet, wordt die warmte dus tijdelijk verdreven op de donderdag doordat die westenwind erin komt. Op vrijdag dus ook wat lagere temperaturen rond een graad of 20. Maar vanaf zaterdag zien we ook in het Europese weermodel de opbouw van het hoge drukgebied ten noorden van ons, met bij ons een zuidoostelijke aanvoer. Met name op zondag gaat dat dus ook weer warmte opleveren. Dat zien we hier ook heel goed terug. Een graad of 27 rond 5 uur. Tel er nog een paar graden bij op en dan zit je al zo aan die tropische 30 graden. Maar ook daar boven Frankrijk al wat onstabiliteit te zien. En die trekt dan in de loop van zondag en maandag ook over Nederland. Met daar de toenemende buiigheid, met name overdag als die warmte dus aanwezig is.
Nou, ook de dagen daarna, richting de nieuwe week, de eerste week van september, blijft die warmte wel aanwezig. Wel iets meer onstabiliteit. Dus waarschijnlijk kunnen we in de loop van die nieuwe week wat meer buien gaan verwachten. Maar in eerste instantie kunnen we waarschijnlijk ook nog wel dagen verwachten met zomerse warmte van zo'n 25 graden. En daarmee dus nog wel wat nazomerweer in die eerste week van september. Dan even terug naar de korte termijn, want dat hebben we natuurlijk ook nog vanavond. We hebben een warme dag achter de rug en de avond wordt ook prachtig om lekker buiten te zitten. Temperatuur aan het einde van de avond zo tussen 21 en 24 graden. Nog veel ruimte voor de zon, alleen in het westen, daar neemt de kans op wat hoge bewolking toe. Maar het blijft wel gewoon droog. Vannacht loopt de temperatuur dan uiteindelijk terug naar zo'n 16 of 17 graden. In de steden is het misschien wel nog wat warmer. Misschien de tropennacht, zo'n 20 graden in de steden. En hebben we morgen dus een tweedeling tussen het westen en het oosten van het land. Die wind gaat uiteindelijk naar het westen draaien, maar de precieze timing is nog steeds wat onzeker. Dus er trekt een koufront over wat niet zo actief is. En daarachter gaat die wind dus draaien. In het oosten gebeurt dat dus als laatst, daar nog 28 of 29 graden. In het midden maximaal een graad of 25 en in het westen een graad of 22, maar daar dus ook de meeste bewolking. Ik verwacht wel dat het overal gewoon droog blijft. Dus op veruit de meeste plaatsen een prima dag om erop uit te gaan. En uiteindelijk draait die wind dus naar het westen en die is dan zo matig van kracht. Nou, dan de dagen daarna. Ik had het er net ook al over. Die vrijdag wordt dus de koudste dag van de week. Alsnog een hele aangename dag met zo'n 20 tot 23 graden in het zuidoosten. Dan wel kans op een enkele bui, maar elders is het gewoon droog. Zaterdag gaat die wind dus langzaamaan weer draaien naar het oosten. Dan al zo'n 26 graden in het zuidoosten, elders zo'n 20 tot 23 graden. Opnieuw in het zuidoosten kans op een enkele bui. En de zondag komt die warmte er dus weer in. Op dit moment hebben we uitstaan 24 tot 29 graden. Maar in de nieuwste pluim komen toch ook wel berekeningen naar voren die boven die 30 graden uitkomen. En ik verwacht dat dat toch ook wel gaat gebeuren, zeker in de zuidoostelijke helft van ons land. Nou, nu ik het toch over die pluim heb, pak ik er maar gelijk even bij. Daarin zien we ook goed terug dat we die dip hebben op vrijdag met dan een graad of 20. Maar daarna weer die opleving van de temperatuur op zondag richting een graad of 30. Dit geldt voor de regio midden in het zuidoosten, komen we echt wel boven die 30 graden uit. Dat houdt dan echt ook nog wel even aan. Genoeg mogelijkheden om richting die 25 graden te gaan. Pas in de loop dus van de eerste week van september dalen we naar gemiddeld zo'n 20 graden. Maar dat is voor begin september alsnog prima. Nou, wat is dan die kans dus op zomerse warmte en tropische dagen? Hier zien we de kansverwachtingen. Uiteraard morgen hebben we nog dan donderdag die zomerse warmte. Die is dan ook nog wel aanwezig. Dan op vrijdag en zaterdag is die kans tijdelijk wat lager. Zondag en maandag verwachten we toch wel weer zomerse dagen met meer dan 25 graden. En dan ook langzaamaan weer een toenemende kans op een tropische dag. Al is voor het midden die kans op dit moment nog wel klein. En dan nog die kansen op neerslag. Komende dagen dus overwegend droog. Pas in de loop van het weekend neemt die onstabiliteit wat toe op dat grensvlak tussen die warme en koude lucht. En dan neemt dus ook de kans op enkele stevige regen- en onweersbuien toe. Er is ook nog genoeg kans gewoon op droge dagen. En zeker met die buien is het natuurlijk nog moeilijk te verwachten waar die precies gaan vallen. Maar de potentie is er zeker dat dat dus wel waterbrengers kunnen zijn met veel regenwater in korte tijd en ook onweer. Dus dat is even iets om in de gaten te houden. Nou, samenvattend zien we dus dat we de komende dagen wat inleveren wat betreft temperatuur, zeker op vrijdag en zaterdag. Maar vanaf zondag weer een opleving wanneer die stroming weer naar het zuiden gaat draaien. Dan wel met een toenemende kans op enkele regen- en onweersbuien. Maar over het algemeen kunnen we dus wel zeggen dat de meteorologische herfst waarschijnlijk met nazomerweer van start gaat. Tot de volgende keer!